Wie hockey een beetje volgt weet, in Nederland ligt het niveau behoorlijk hoog. Bij de verschillende clubs en in de nationale teams. Zo werden de mannen op het laatste WK derde. De vrouwen, die werden eerste op het WK en de Olympische Spelen. En toch krijgen vrouwelijke spelers een stuk minder betaald. Het verschil is wel echt nog groter dan ik dacht eigenlijk. Ja, wat dus heel interessant is, want hockey is natuurlijk voornamelijk een vrouwensport. Volgens mij is 2/3 van hockey in Nederland is vrouwelijk. Dus dat is echt omgekeerde wereld. Heel oneerlijk, ja. Ik weet wel dat mijn club er echt wel mee bezig is en echt wel een jarenplan het opstellen is van hoe gaan we dit beter doen. Maar ja, ook hier zijn de verschillen ook groot, ja. Deze twee hockeysters waren dat zo zat dat ze er op Insta iets over schreven. Waarom accepteren we dit nog in deze tijd waarin we streven naar gelijkheid, schreef Maria. En Josine schreef, jullie mogen het best weten, ik ben het wel zat. Het viel me gewoon op dat er heel veel posts waren van kijk eens hoe goed onze vrouwen zijn, kijk hoe sterk onze vrouwen zijn en leven de vrouw. Maar uiteindelijk dacht ik, ja, maar zo wordt er niet naar gehandeld. Omdat er niet makkelijk over gepraat wordt, is het lastig te zeggen hoe ongelijk het precies is. Maar er wordt geschat dat mannen ongeveer 5 keer meer verdienen dan vrouwen. Zo verdienen tophockeysters in Nederland rond de 20.000 euro per jaar. Terwijl hockeymannen rond de 90.000 euro zouden krijgen. Ook krijgen ze soms betere begeleiding. Bijvoorbeeld, ik weet wel bij andere clubs dat sommige teams, vrouwenteams niet op het hoofdveld mogen trainen of geen fysio beschikbaar hebben. Ja, dus daarin zitten ook echt verschillen. Volgens de Hockeybond komt het vooral doordat de mannenteams meer sponsors hebben en dus ook meer geld te verdelen hebben aan de spelers. Ik denk dat het op dit moment zo is dat de mannenwedstrijden in de hoofdklasse meer publiek trekken en als aantrekkelijker worden gezien door sponsors. En daar komt het door, denk ik. Ja, ik vind die argumenten onzin en heel lastig. Want ik heb voorbeelden dat vrouwen of evenveel worden bekeken of soms meer zijn bekeken. Dus ja, ik heb gewoon niet het idee dat het klopt. Volgens hockeysters Maria en Josine trekken mannen- en vrouwenteams beide veel aandacht. En dus willen ze dat er meer gedaan wordt om alles gelijk te trekken. Uiteindelijk voer ik deze strijd niet voor mezelf, maar vooral voor de generaties die na mij komen. Wat mij betreft kan het niet snel genoeg.